Welkom terug, beste kijker, in dit tweede deel van Studio Vlaams Parlement. Samen met Kathleen Krekels blik ik nog eens terug op de vragen die daarnet werden gesteld aan minister Ben Weitz over het stijgend aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs en wat daaraan kan worden gedaan. Welkom, Kathleen Krekels van N-VA. U heeft nog eens een vraag gesteld samen met anderen over de situatie in het buitengewoon onderwijs. Het wordt bijna de never-ending story, maar helaas moeten we vaststellen, er is weer eens een stijging van het aantal kinderen opgedoken. Ja, die stijging die doet zich vooral voor in het kleuteronderwijs. En dat vinden we natuurlijk wel een beetje bijzonder, omdat we soms de neiging hebben van ja, in het kleuteronderwijs, alles gaat er wat spelenderwijze naartoe. Er is ook nog heel veel aandacht voor zelfredzaamheid, zinnelijkheid, al die zaken. Dus men denkt van ja, dan zou dat toch eigenlijk gemakkelijker moeten lukken. En toch merken we dat juist daar ook opnieuw meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs gaan. En ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de draagkracht opnieuw van scholen die toch wat overschreden wordt. In welke zin bedoelt u dat dan? Want vroeger zaten er zo goed als geen kleutertjes in het buitengewoon onderwijs en nu is er plots een stijging. Ja, ik denk dat dat ook voor een stukje te maken heeft met het feit dat we als maatschappij ook wel wat veel eisender worden. Dus ook in de kinderopvang zien we dat, maar evengoed in het kleuteronderwijs. Onze kleuters moeten altijd meer en sneller leren. De ontwikkelingsdoelen, dat is nog een beetje vrijblijvend, maar het wordt toch verwacht dat ook ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs bereikt worden. Ja, is dat dus dan niet een beetje overdreven dat we dat van zo jongs af aan die druk erop leggen? Want we weten dat u en onze minister van Onderwijs, Ben Weitz, er zo de nadruk op legt van excelleren in kwaliteit, maar misschien duwen we wat te hard op het gaspedaal helemaal in het begin. Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat het belangrijk is. Het kleuteronderwijs is een voorbereiding voor ons lager onderwijs. We verwachten bepaalde capaciteiten van kinderen wanneer zij in ons lager onderwijs komen om dan te kunnen leren lezen en schrijven. En leren lezen en schrijven maakt dat er ook voorwaarden moeten vervuld worden om dat dan te kunnen leren. Dus ja, ook ons kleuteronderwijs kan niet vrijblijvend zijn en daar moeten we wel bepaalde zaken kunnen eisen. Ja. En we mogen niet vergeten, denk ik, dat onze kleuterklassen wel vrij groot zijn. Er zitten vrij veel leerlingen in een kleuterklas. Die zijn niet allemaal even zelfredzaam. Er is meertaligheid dikwijls bij kinderen, waardoor het voor een leerkracht ook niet altijd even behapbaar is. En die meertaligheid, die anderstaligheid, die was er vroeger natuurlijk ook wel minder. Ja, nu de diversiteit is het punt ook niet voor een deel, was ook minder. Ja. Is het dan ook niet voor een deel zo dat door die diverse samenstelling van die kleuterklassen, ja, het aantal mensen dat kan helpen is ook beperkt. Ja, dan krijg je dit natuurlijk. Hè. Terwijl die kleutertjes natuurlijk wel, als er ergens van inclusief onderwijs sprake mogelijk is, dan is het misschien net daar en het lukt niet. Ja, maar dan denk ik dat we ook moeten kijken naar de problematiek van de kinderen die dan in het buitengewoon kleuteronderwijs terechtkomen. En ik denk, of ik mag toch hopen, dat dat vooral die kinderen zijn die een multiple problematiek hebben, die niet alleen wat gedragsmoeilijk zijn of niet alleen wat minder mentaal krachtig zijn of niet een of andere fysieke beperking hebben, maar een complexere hoeveelheid van stoornissen hebben, waardoor we denken ontwikkelingskansen te missen door het feit dat we met zoveel kleuters in de klas zitten en waardoor men denkt van kijk, die ontwikkeling in het begin ook voor die kinderen is zo belangrijk, ja, misschien moeten we die dan in een speciaal kader zetten om te zorgen dat ze ook het begin van hun ontwikkeling niet missen. Ja. Ik denk dat we daar ook wel naar moeten kijken. Nu, die kleuterklas is natuurlijk zeer essentieel, maar misschien legt dat nu juist het grote pijnpunt bloot. We weten dat er in het gewoon onderwijs, zoals men dat dan eufemistisch noemt, dat er daar ook al leerkrachten te weinig zijn, ook om zorg toe te dienen of wat dan ook. Ja, zet er dan nog een paar kinderen met nog wat extra noden in en dan lukt het helemaal niet meer. Dus eigenlijk, de boodschap is, investeer in meer mensen in het kleuteronderwijs en dan ga je minder kleuters naar het buitengewoon onderwijs moeten sturen. Ja, dat hangt er vanaf. Ik denk dat er sowieso ook geïnvesteerd wordt in die ondersteuning. We hebben de zorgleerkrachten, de zorgcoördinatoren in onze scholen. En die zijn er natuurlijk evengoed voor ons kleuteronderwijs, als ons lager onderwijs, als verder door. Dus die mensen die ondersteuning kunnen bieden, ook vanuit de ondersteuningsnetwerken, pedagogische begeleiding, CLB, dat geldt ook allemaal voor ons kleutersonderwijs. Dus die ondersteuning is er wel. Dus ik denk opnieuw dat we moeten kijken naar welke kinderen belanden dan effectief in dat kleuteronderwijs, in het buitengewoon onderwijs.
ik mag veronderstellen dat dat toch vooral die kinderen zijn die een multiple problematiek hebben, waardoor het echt niet behapbaar is om hen te helpen in ons onderwijs. Nu, omgekeerd, als dat gebeurt, dat die kinderen dus niet in een gewoon kleuterklasje kunnen en naar het buitengewoon onderwijs moeten, ja, daar zien we dan weer een ander probleem opduiken, namelijk capaciteitsproblemen. Ja. Er zijn onvoldoende plaatsen en ook onvoldoende leerkrachten daar. Ja, de leerkrachtenproblematiek is natuurlijk overal aanwezig. In ons gewoon onderwijs, ook in ons buitengewoon onderwijs. De minister heeft daar straks in zijn antwoord ook wel gezegd van kijk, we investeren wel in die extra capaciteit. Hij noemde op het einde ook nog een groot project dat er in Antwerpen gaat komen. Want bijvoorbeeld Antwerpen is een van de steden waar echt wel het tekort heel aanwezig is. Ja, we dachten 300 plaatsen natuurlijk, maar dat is nog schromelijk te weinig uiteraard. Ja, het blijft altijd tekort. Maar dat is ook het moeilijke. Want hij heeft ook aangegeven van kijk, van het begin van deze legislatuur hebben we al 5000 plaatsen extra gecreëerd. We gaan daar nu op verschillende plaatsen via het project dat hij ook aanhaalde, dat er scholen extra of al sneller een extra capaciteit kunnen realiseren in containers of dergelijke meer. Die middelen zijn ook vrijgemaakt. Dus we proberen in te zetten op verschillende plaatsen. Maar natuurlijk vraag en aanbod om dat in evenwicht te houden of te krijgen als je al een klein beetje achterliep. Ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijk. Maar ik denk toch dat we ons uiterste best doen om ieder kind een plaats te geven. Daar mogen we op hopen, denk ik. Nu, er is vaak verwezen naar PANO. Bijna elke week merk ik in het Vlaams parlement. Dat is een goede zaak voor PANO natuurlijk. Ja. Maar uit die reportage bleek natuurlijk vooral dat men het in Scandinavië al tientallen jaren lang totaal anders aanpakt. Ja. Dan denk ik, we doen het fout in Vlaanderen, hè? Ja, we zijn op een andere manier gegroeid. Op een bepaald moment hebben wij besloten in Vlaanderen om in te zetten op twee diverse vormen van onderwijs, namelijk het gewone en het buitengewoon onderwijs. Omdat het buitengewoon onderwijs, we weten ook dat dat kostelijker is. Waarom? Omdat we daar zoveel expertise in willen zetten. Je hebt daar de leerkrachten, maar je hebt daar de logo's, de kines, de ergotherapeuten, de psychologen, die zitten allemaal in dat onderwijs. En je hebt een hele taxonomie van aandoeningen bijna, beperkingen die er allemaal in steken. Ja, dus het is ook nodig dat die deskundigheid er is. Maar wat je in Scandinavië veel minder ziet natuurlijk. Daar plakt men de kinderen niet zo vast in bepaalde... In een bepaald label of in een bepaalde richting. Ja, dat is natuurlijk omdat zij op een bepaald moment besloten hebben van kijk, we gaan die kinderen inderdaad meetrekken in ons onderwijs. En zij hebben in dat onderwijs natuurlijk ook bepaalde voorzieningen getroffen, meer in dat onderwijs. Nu, ik denk dat we ook niet mogen overschatten wat dat betekent. Want als we zijn vorige legislatuur naar de Scandinavische landen op werkbezoek geweest. Ja. En daar zie je natuurlijk ook wel dat in die scholen aparte klassen zijn. En voor leerlingen die het echt moeilijker hebben, die zitten daar ook in een aparte klas. Die komen wel samen voor verschillende lessen, maar die worden ook apart lesgegeven. Maar kunnen we er geen lessen, uittrekken voor Vlaanderen? Absoluut. Dat is mijn vraag. Ja, dat is wat we in de PANO-reportage ook zagen, dat die ene school gedaan had, een buitengewoon onderwijs en een gewoon onderwijs die samen gegroeid zijn. Die kwamen of die botsten wat op bepaalde administratieve zaken, waar collega De Gucht ook naar verwees. Maar dat zijn inderdaad wel mogelijkheden die we moeten bekijken en die we moeten stimuleren op eenzelfde campus. Scholen samenbrengen. En ik denk in dat opzicht, want we kijken dan dikwijls de campus van buitengewoon onderwijs, brengen we naar het gewoon onderwijs. Maar ik denk dat we ook andersom moeten denken. Want het buitengewoon onderwijs zit dikwijls wat op grotere campussen, wat meer in het groen. Die hebben dikwijls ook wel ruimte om bepaalde zaken te kunnen doen. Maar dat vergt toch wel een hele ommezwaai, niet alleen in de geesten, denk ik, van vele mensen, maar ook in de wetgeving, de decreetgever, dat bent u dan. Ja. Moet daar geen grote ommezwaai komen, want zoals het nu loopt, kan het toch niet blijven duren? Nee, maar het feit dat we die vragen krijgen van scholen, zowel van het buitengewoon onderwijs als van het gewoon onderwijs, maakt ook dat we bekijken wat we in de regelgeving kunnen doen. En dat is wat dat de minister ook zei in zijn antwoord, dat er een aantal maatregelen gaan komen om dat te vereenvoudigen. En ook, mogen we niet vergeten, in het pilootproject van het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs, zijn er ook een aantal initiatieven rond het busvervoer, rond de voor- en naschoolse opvang, ook in het buitengewoon onderwijs. Die ook samen kunnen. Ja. In gang gezet, waardoor de dingen waar de school nu op liep in de PANO-reportage ook al eigenlijk een antwoord op kan krijgen. Ja, want er verwees ook een collega naar een reis naar Ierland. Daar bleek dan, denk ik, daar hebben ze... Ierland is vergelijkbaar met Vlaanderen. 19.000 ondersteuners. Ja. Hoeveel hebben wij er hier? Ja, de minister heeft het gezegd, 3.600. Precies. Ja, dus dat is een heel groot verschil. Natuurlijk, ook zij zijn vrij inclusief in hun scholen. Zij hebben dat dan ook ingezet in hun gewone scholen. Maar in die 19.000, bij ons zijn die 3.600 enkel onze ondersteuners. En daar zitten natuurlijk onze leerkrachten van het buitengewoon onderwijs niet in. En dus je moet ook veronderstellen dat die leerkrachten buitengewoon onderwijs in het
het systeem van Ierland ook meegeteld worden in die 19.000. Dus het verschil is niet, het zal wel nog een verschil zijn, maar het is niet zo groot als dat het nu klinkt. Dank mevrouw Krekels om langs te komen bij ons. En het is duidelijk, ja, we gaan elkaar nog zien, denk ik, want dat probleem van het buitengewoon onderwijs is bij lange nog niet opgelost. Nee, maar we werken er wel aan. Prima, dank u vriendelijk. Dank je wel.